La Strada is een legendarische film van de Italiaanse regisseur Federico Fellini. De Vlaamse opera gaf componist Luc van Hoven de opdracht om er een operaversie van te maken. Het schrijven van het libretto werd toevertrouwd aan filmkenner en auteur Erik de Kuyper. Het stuk ging vanavond in Antwerpen in wereldpremière. Broederlijk naast elkaar, componist en schrijver, tijdens de laatste generale repetitie. Maar hebben ze nu ook samen die opera gemaakt? De tekst is een afgewerkt product en dan begint Luc te werken. Niet iedereen kan zo werken, maar wij toevallig, wij werken goed zo samen. Ja. Afzonderlijk, samen afzonderlijk. Samen afzonderlijk. Samen afzonderlijk. Ja. Ja. De wat simpele Gelsomina heeft er altijd van gedroomd om circusartiest te worden. Maar dat is niet makkelijk. Toch kan ze haar kans grijpen als Zampano, een rondreizend circusartiest, een assistente op zijn tournees kan gebruiken. Een brute krachtpatster die optrekt met een halfgek wezentje. En dat verhaal op muziek zetten was de opdracht van de componist Luc van Hoven. Ik probeer werkelijk mijn ding te doen, zuiver. Ik probeer niet de populistische toer op te gaan, maar ik probeer toch muziek te schrijven die de mensen kunnen begrijpen eventueel, of aanvoelen. De man met de stalen long en zijn zonderlinge hulpje. Het is een verhaal van twee mensen die totaal niet bij elkaar passen en niet beseffen dat ze eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. Ook als Giampano haar bedriegt, blijft ze zich voor hem opofferen. Volledige toewijding is de zin van haar leven. Het is ook een verhaal over groei, over bewustwording, over spijt, over berouw. Er zijn vele aspecten in dat verhaal aanwezig en dat maakt het ook zo rijk. Maar bij Giampano komen berouw en spijt te laat als hij Gelsomina eenzaam en alleen heeft laten doodgaan. Ik heb niemand nodig, zingt hij dan. Niemand.